Ja, mooie beelden van een bijzonder tafereel. Een grote honkbalster die niet te beroerd is om een balletje over te gooien met een kleine fan. Ook al is die natuurlijk geen partij voor de ster, maar dat maakt niet uit. Want je kunt natuurlijk ook gewoon een beetje rekening met elkaar houden en er samen wat goeds van maken. Ja, die sfeer die is in Europa momenteel ver te zoeken. Waar de Europese regeringsleiders elkaar in Brussel treffen voor een top die vooral in het teken staat van migratie. Want zoals Angela Merkel eerder zei... Europa heeft veel herausforderungen, maar die met de migratie könnte zu einer Schicksalsfrage für die Europäische Union werden. Ja, beslissend voor het lot van Europa. Niet dat er nu zoveel migranten deze kant op komen. Zo zien we in deze grafiek. Het valt allemaal wel mee, hè, relatief gezien. Maar de verwachting is dat die stroom wel weer zal toenemen. En er is veel onvrede over hoe het tot nu toe geregeld is. In principe zou er verdeeld moeten worden. Maar ja, de voormalige Oostbloklanden willen helemaal niemand opnemen. Italië wil niet langer iedereen opnemen. En dreigt echt gigantisch dwars te gaan liggen als daar geen betere oplossing voor gevonden wordt. En Angela Merkel mag van het Duitse electoraat niemand meer opnemen. Vanuit Italië komen er kennelijk veel vluchtelingen illegaal de grens over. Daar moet wat Merkel betreft wat op gevonden worden. Want in Duitsland gaan er steeds meer stemmen op om de grens dan maar dicht te gooien. Ja, als andere landen dat dan ook gaan doen, dan blijft er weinig meer over van een open EU. Onze premier Rutte probeerde de top in ieder geval bij voorbaat alsnog optimistisch te benaderen. Wacht niet vanavond een totaaloplossing. Maar je kunt vanavond wel afspraken maken die zowel die eerste stroom vanuit Afrika naar Europa, als wat doe je er in Europa mee, daar antwoord op geeft. Ja, tot nu toe was het altijd zo dat eerst de spanning in Europa hoog moest oplopen om uiteindelijk toch met een oplossing te komen. Hopelijk gaat dat nu ook die kant op. Europa moet het in ieder geval wel zelf doen, want bondgenoot Trump sprak weinig lovende woorden over ons. We love the European Union. We love the countries of the European Union. But the European Union, of course, was set up to take advantage of the United States to attack our piggy bank, right? And you know what? We can't let that happen. Ja, ik moet zeggen, de EU opgericht om de VS leeg te roven. Hè? Alsof de EU zo'n gezamenlijke vuist kan maken om dat te doen. U en ik weten wel beter. Los daarvan, Pepijn Bergse, iemand die werkt voor The Economist, die twittert... De VS was juist groot voorstander van de EU destijds, de oprichting daarvan. Want ja, vrede in Europa. Oftewel, Trump kletst weer volkomen uit zijn nek. Wat er natuurlijk in kan gaan als koek als je geen historisch besef hebt. En daarvoor zijn er nu programma's als Andere Tijden die de zin van onzin kunnen scheiden in de waan van de dag. De reden om een sterke publieke omroep te koesteren, zou je zeggen. Maar juist die programma's dreigen door de NPO te worden geschrapt vanwege de op zich broodnodige bezuinigingen. Omdat de mediaconsument tegenwoordig zijn kijktijd anders besteedt en de reclameinkomsten daardoor teruglopen. Ja, dan kun je als NPO net zo weinig doen als wij bij RTL. Maar is het dan een goed idee dat je datgene waar je in onderscheidt overboord gooit? Het lijkt mij... Persoonlijk het volledige recept voor zelfvernietiging en indruisen tegen de kerntaak van die publieke omroep. In mijn woorden, programma's mogelijk maken die maatschappelijk van belang zijn. Op sociale media ook van links tot rechts protest. Een gezamenlijkheid die op zichzelf ook alweer eens een keer verfrissend is. Alleen de alternatieve bezuinigingsplannen variëren. Van hier schrap Volendam via stop met BNR reisprogramma's tot neem afscheid van die dure omroepbobo's. Ja, op basis van de aangekondigde bezuinigingen lijken die in ieder geval hun geld niet waard. Goed, ondertussen proberen de programmamakers te redden wat er te redden valt met veel gedeelde oproepen op social media om hun leed vooral letterlijk en figuurlijk te delen. Dat lukt. Hopelijk helpt de aandacht hen in hun zaak. Dat hoopt een nogal aparte actievoerder ook. In de VS, die midden in de spits halfnaakt op een verkeersbord klom boven de snelweg bij Los Angeles om zijn boodschap uit te dragen. We need to fight pollution, not each other. Fight pollution, not each other. Ja, nobele boodschap, maar ja, de snelweg moest worden afgezet om zijn veiligheid te garanderen. Daar wordt de politie dan niet blij van. Ja, en als je dan opgepakt en afgevoerd gaat worden, dan kan je maar beter in stijl gaan. En dat doet hij. Een 10 voor de achterwaartse salto voor die afsprong, gevolgd door 10 weken cel en $10.000 boete waarschijnlijk. Maar zijn filmpje ging in ieder geval viral. Tot zover de opmerkelijkste RTL Z-topics op social media. Tot later.